Ja, voor het excuus dat ik dit mooie betoog onderbrak. Ik zal voortaan even iets langer wachten. Ik heb met instemming geluisterd naar het feit dat mevrouw Lala zei dat mensen die in de bijstand zitten wel degelijk waardevol onbetaald werk doen. En ik denk dat dat goed is dat dat vaker ook voor het voetlicht gebracht mag worden. Te vaak wordt gedacht, als je niet een betaalde baan hebt, doe je eigenlijk niet mee. Dus dat deel ik heel erg. Mag ik dan ook constateren dat GroenLinks-PvdA ook bereid is om wat te doen aan de positie van bijvoorbeeld één verdieners, waar zo'nzelfde situatie eigenlijk speelt, hè? Waar één partner betaald werk doet en de ander voor een ziek kind zorgt of een zieke partner heeft. Kunnen we daar dan ook samen in optrekken om juist ook dat onbetaalde werk beter mogelijk te maken? Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, laat het vooropstellen dat werk moet lonen en dat mensen moeten rondkomen. En dat ik zou willen dat iedereen in Nederland voldoende financiële middelen heeft om ook rond te komen. En als je niet in staat bent om op die arbeidsmarkt toe te treden, omdat die arbeidsmarkt nou eenmaal niet inclusief genoeg is, dan moet er een sociaal vangnet zijn waardoor je alsnog waardig mee kunt doen. De andere kant is ook waar, dat op het moment dat je het hebt over waardig mee kunnen doen, waarbij je voldoende inkomen moet hebben, is natuurlijk de kracht van het hebben van een baan. De kracht dat wanneer je talenten inzet en meedoet in die samenleving, onderdeel bent van een systeem, van een structuur, onderdeel van een team waar je je talenten kunt laten zien, waar ook ruimte is voor je kwetsbaarheden, dat is natuurlijk te prijzen. En dus als je het mij zou vragen, wat nog mooier zou zijn, is dat we met elkaar werken aan een samenleving waarin mensen dus hun talenten een plek kunnen geven op een arbeidsmarkt die nu onvoldoende inclusief is. Ja, voorzitter, nou dreigt de glans van het betoog er toch weer een klein beetje af te gaan. Want ik ben het met mevrouw Lala eens, hoor. Als mensen willen werken, moeten we zoveel mogelijk die kansen bieden. Maar kunnen we elkaar dan vinden op het feit dat die keuzevrijheid er niet altijd is voor mensen? En dat het soms financieel of fiscaal zo dwingend is om beiden te werken, terwijl de persoonlijke situatie eigenlijk zo schrijnend is dat het niet kan. Met andere woorden, zouden we daar in ieder geval dan elkaar kunnen vinden in het feit dat je die keuzevrijheid moet hebben. En dat we in deze maatschappij niet moeten doorslaan dat betaald werk ongeveer het summum is waartoe je je kan verheffen als mens. Terwijl juist dat belangeloze onbetaalde werk onze samenleving zo mooi maakt. Zeker. Tegelijkertijd zou ik dan ook zeggen dat we niet alleen maar kijken naar persoonlijke keuze, maar naar het feit dat je talenten een plek kunt geven in die maatschappij. Dus het gaat niet alleen maar over de eenverdieners waarbij anderen thuis zitten en daar een keuze voor in maken. Het gaat om hoe we dan met elkaar kunnen faciliteren dat wanneer er, en ik neem aan dat de heer Vlag daarna verwijst, mensen kiezen voor de zorg voor het thuisfront, dat dat op een manier gecombineerd kan worden waardoor je ook een plek hebt op die arbeidsmarkt. We hebben gewoon alle handjes nodig. En op het moment dat je door omstandigheden, zeker door omstandigheden buiten je om, je niet op die arbeidsmarkt terechtkomt, dat we dan met elkaar een sociaal vangnet hebben dat dat koesteren. En als je het hebt over het vrijwilligerswerk, over de mantelzorgers, over de informele zorgverleners die onmisbaar zijn voor deze samenleving, dan moet ik ook constateren dat we afgelopen jaren juist die doelgroepen en juist die banen en taken weg hebben bezuinigd. En het zou mooi zijn als de samenleving ook die taken kan financieren op een manier dat het financieel loont. Afrondend, voorzitter. Nee, ik praat er graag een keer over door hoe we de focus af kunnen halen van arbeidscontracten en salarisstroken en veel meer naar de talenten kunnen kijken en de maatschappelijke waarde die je ook toevoegt. We hebben alle handen nodig. Het zij betaald, het zij ook onbetaald, want het werk wat door die vele vrijwilligers of mantelzorgers wordt gedaan is in mijn ogen onbetaalbaar voor de overheid en zouden we meer moeten koesteren. Ik hoorde geen vraag, maar ik kan me daarin vinden.